één jaar en 1,5 miljoen euro verder, maar de Joriskerk is klaar. Het meeste werk zat in de gewelven. Oude schilderingen erop zijn opgelapt en de gewelven zelf zijn gerepareerd. Hard nodig, volgens Annette van Goor, de aanjager van deze renovatie. Die gewelven, daar kwam een druk op te staan. Die gingen wijken, die gingen scheuren vertonen. Er kwamen stukjes al hier beneden in de kerk terecht, waardoor de koster voor de dienst op zondag regelmatig moest gaan vegen. De schade is ontstaan door de bonte knaagkever. Deze kleine houtvreter maakte de draagbalken in het dak poreus, waardoor de druk op de gewelven toenam. De balken zijn nu vernieuwd en een paar aangevreten exemplaren staan tentoongesteld. Het is natuurlijk ook een heel heftig voorbeeld, waardoor de mensen ook echt erg geschrokken zijn. Dat zo'n klein beestje, het is een heel klein beestje, zoveel schade kan aanrichten in zo'n kerk, in zo'n kapconstructie. Morgen wordt de kerk officieel opgeleverd. Maar achterin wordt nog gewerkt. Geen restauratie, maar iets heel nieuws. De kerk bouwt extra toiletten en een keuken. Want er moeten naast kerkdiensten ook congressen, tentoonstellingen en optredens van koren worden gehouden. Dat brengt geld in het laadje. Zeker, zeker. En dat is ook heel belangrijk. Want we kunnen echt niet volstaan met alleen maar hier de zondagse eredienst en verder de kerk gesloten houden. Dat kan niet. Zo kunnen wij dit monument als kerk niet in stand houden. Bijna af dus, maar voor Annette van Goor is het al geslaagd. Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. Het is echt een prachtige, monumentale kerk in alle glorie. Zowel voor de diensten weer beschikbaar als voor de uitgebreide verhuur. Fantastisch, ja.